Rob Klaassens, programmamaker Puur Sang, presenteerde live in de Studio 2 van Omroep Venray zijn duizendste volksmuziek Mitschwung. Rob, op naar de volgende 20 jaar. De duizendste uitzending is een feit hier in de studio live bij Omroep Venray. En voor mij zit Rob Klaassens, een van niet de oudere programmamakers, maar wel een programmamaker die al 20 jaar actief is. Dag Rob. Goeiedag Leo. Nou jongen, hoe krijg je het voor elkaar met het programma Volksmuziek Mitschwung? Ja, een passie die je hebt helemaal uitbouwen en ja, als je die op de radio uit kan bouwen, dat wil resulteren dat je hier zit 20 jaar later. Ja, 20 jaar later, maar als ik even terug ga rekenen, toen was je nog heel jong en al verweven met die muziek? Je raakt ermee in aanraking en op een gegeven moment kom je hier binnenlopen bij de omroep en het was het tijdperk nog dat de computer nog in opkomende fase was. En toen de tijd in de non-stop programma's, toen werd er opgemerkt dat er wel Duitsstalige muziek in mijn uren zaten. En toen kreeg ik toen de redactieraad de vraag van Rob, zou je geen Duitsstalig programma willen beginnen? En dat hebben we toen gestart onder de naam Als het met Duits klinkt op de zaterdagmorgen. En eigenlijk vanaf 2002 is het programma verhuisd naar de donderdagavond op dit tijdstip, de vaste stek tussen 7 en 8. En ook toen de tijd heb ik de naam mee veranderd naar Volksmuziek met Zwoeng. Eigenlijk als je veel programmamakers zouden kiezen voor slager, zangers of wat dan ook. Maar dit is toch best wel specifiek voor de luisteraars, of niet soms? Ja, dit is een speciale doelgroep. Kijk, we hebben natuurlijk verschillende soorten Duitsstalige programma's binnen de omroep. Maar dit is toch wel een genre wat door velen niet aan bod komt. En dat is toch wel iets wat heel belangrijk is. Even naar de andere activiteiten, want behalve het programma presenteren, je hebt eigenlijk twee programma's, hè? Ja, twee programma's sinds 2007 juli doen we er ook op de zondagavond een uur bij. Dat is eigenlijk een uur wat niet informatief is, maar gewoon voor de luisteraar genieten. Heel even naar dat andere, want de organisatie, want vorige week was je nog in Aijen, heb je nog een mooi festival georganiseerd, want je laat zelfs kapellen deze kant op komen en wat dan ook. Kun je daar eens iets meer over vertellen? Ja, dat is eigenlijk sinds het 10-jaar jubileum is dat eigenlijk begonnen. Toen ben ik met muziekvriend Straal Jansen een Oostenrijks orkest naar Nederland gehaald. Tsjech Ranka. En dat orkest hebben we daarna drie keer naar Nederland gehaald. En later na nog een kleinere formatie van hun en een kleine dorpsmuziek. Dus in 10 jaar tijd 4 buitenlandse orkesten naar Nederland gehaald. Maar in 2014 zijn we ook een nationaal, met een knipoog naar België, nationaal festival begonnen twee keer per jaar. Genaamd Robse Blaasmuziek in Vrueling en Herbst. En nu afgelopen zondag was het te doen in Aijen, voor je werk de blaasmuziek. En daar is eigenlijk via de organiseren een adres bijgekomen. En ja, we kijken elkaar altijd aan en dan zeggen we van, dat gaan we gewoon doen. En het was een geslaagde middag, dus volgend jaar wederom. Rob, ik merk gewoon aan jou, aan die ambities allemaal, dat je nog 20 jaar zeker vooruit kunt met dit programma Volksmuziek met Zwoeng. En ik wens jou daar het allerbeste bij en dank je wel dat je het een en ander wilde verduidelijken. Dankjewel. En het was wel te merken ook vandaag op social media dat iedereen zei van op naar de 2000. Helemaal mee eens. Dankjewel.